Het is voor mij echt een bijzonder voorrecht om hier te mogen wonen, nog altijd. En ons ouderlijk huis, zeg maar, in stand te houden met alles wat er gebeurd is. Ik kan me ook eigenlijk moeilijk voorstellen dat hier straks mensen wonen die daar misschien een zwembad maken en die het hier leuk gaan hebben, wat het ook is. Het is geweldig om hier te wonen, het is een heerlijke plek, maar natuurlijk blijft het de plek waar waar die slag overheen en omheen en bovenop heeft geraast. Dat het begin van mijn leven eigenlijk de Slag om Arnhem is. Dat is wel heel bepalend geweest natuurlijk. Ik herinner me voor die slag niks. Mijn eerste herinneringen zijn beneden in de kelder. Van wat er hierboven zich afspeelde hebben wij natuurlijk niks gezien. Wij kinderen zaten op een handkarretje met een deken over ons heen. Dat wij vooral niet zouden zien alle doden die hier in onze tuin lagen. En de kanonnen die er stonden en een loopgraaf die dwars door mijn tuintje liep. En net over de Schramseweg in Bovendorp, op weg naar het noorden, mocht die deken eraf. Toen zaten we dus al zeker zowat een half uur onder die deken. Daar lagen naast de weg 4 dode Duitsers. Daar kan ik nog van volschieten. Dat waren de eerste doden die ik zag. En ik voel nog dat ik dacht, jullie zijn toch ook dood? What's the difference? Ja. En dat is heel bepalend geweest in mijn leven. En nu heb ik een Duitse schoonzoon en een Duitse kleinzoon. Niels, die is een Berliner. Ik herinner me dat we zaten te eten in de keuken en dat we een hele kolonne Engelse jeeps zagen aankomen en dat we allemaal naar buiten holden en we gaven die soldaten alles wat we maar hadden nog. En mijn vader met een buurman klom op de toren van de oude kerk en hing de vlag uit. En wij hebben een enorm oponthoud bezorgd, denk ik wel, aan al die soldaten, want heel Oosterbeek liep uit en wij dachten, nou, het is voorbij, we zijn vrij. En toen begon het dus pas. Dan zijn we in de kelder gaan zitten. Heel Oosterbeek ging in de kelder. Daar hebben we 9 dagen doorgebracht. En die eigenste zondagmiddag, toen belde hier dokter Randall Martin aan de deur. Een vrolijke Schot van 23 met 2 verbandkoffertjes. En dinsdag was hij hier de dienstdoende arts voor 300 Britse gewonden. 300 gewonden lagen in het huis. Mijn moeder schrijft dat ze nauwelijks tussen de stretchers door kon zonder er soms tegen eentje aan te komen en oud te horen. Zo vol was het huis. Op de trap, op de overloop, overal. Mijn moeder ging dus
steeds naar boven. Wij zaten allemaal in de kelder. Zij ging voortdurend naar boven en liep hier tussen de stretchers door. Om die soldaten moed in te spreken, of moet ik zeggen, menselijkheid in te spreken. Menselijk, een mens voor ze te zijn. Alhoewel zij haar dus een engel noemde. Maar ik denk dat dat simpele, de toegankelijkheid, dat zij vroeg van, heb je een vriendin? Ben je getrouwd? Waar woon je? Naar hun eenvoudige leven vroeg. Dat haar eigenlijk, dat is het engelachtige wat we als mensen voor elkaar kunnen betekenen. Natuurlijk ben ik trots op haar. En ze was een sterke persoonlijkheid. En we hebben heel diep contact gehad. Ja, ik zou bijna zeggen, ze was onwijs gaaf. En, en wat ik van haar heb meegekregen, nou, dat zit hier. Ik heb zeker van mijn ouders geleerd om naar de ander te luisteren, om in geval van conflict je vooral de ander in te denken. Wij zijn echt opgevoed om niet te haten, maar te verzoenen. In 1947 is toen nog mijn oudste broer Pijk verongelukt op de laatste landmijn die in de weilanden lag, samen met zijn vriend en buurjongen Henk Winterink. Ik bewonder het zeer van mijn ouders dat ze haat hebben gevoeld en hebben overwonnen. Ja. Ja. Voor mij als kind is dat de beleving van verzoening, zal ik zeggen. Het overkwam mij. Ja, daar ben ik. It grows on you. Hè? Maar hebt u ook zulke ervaringen? Want u hebt ook, bent ook dicht bij oorlog geweest. Nou, niet zo bewust. Ik vind verzoenen vind ik altijd iets groots, iets moois. Ik begrijp ook wel dat dat soms moeilijk is en dan gaat het niet zo. Niet zozeer altijd om dat grote verhaal van de oorlog, maar dat gaat soms ook om relaties tussen mensen. Ja. Het biedt perspectief om dus niet wraakzuchtig te zijn. Dus het kunnen relativeren, een bepaalde pijn een plekje kunnen geven, hoeft niet per se te betekenen, zeker niet dat je vergeet, maar dat je je verzoent met dat verleden en met de generaties daarna. En ik vind het ook wel mooi hoe u dat doet. Verzoenen is ook vergeven, denk ik. Ja. Verzoenen is, denk ik, dat ik ook jij kan zijn. Ik ervaar wraakzuchtigheid als een groot verlies van jezelf, van je eigen schoonheid, van een leven waar je kansen op maakt. Het zit alles in de weg. Ik vind dat we eigenlijk ook nog veel meer werk zouden moeten maken van die verzoening. Want volgens mij is dat nog niet klaar. Maar waar ervaart u dat nog niet klaar is? 2 jaar geleden hadden we een herdenking in de Berenkuil van de Slag om Arnhem. En daar was de Duitse ambassadeur bij. En ik weet nog dat hij mij een hand gaf en dat hij mij een hand vasthield. En dat hij tegen me zei, weet u hoe moeilijk het is om hier als Duitser bij te zijn, bij te mogen zijn. En dat was voor mij eigenlijk de eerste confrontatie. Ik dacht van, hey, het is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus we moeten nog een aantal dingen uitspreken. En dat is voor verzoening, denk ik,
wel belangrijk dat zo'n Duitse ambassadeur bijvoorbeeld daar zich welkom voelt. Ja. We zouden misschien veel meer ook moeten stilstaan bij en daarna de verzoening, de vriendschap. Want daar zit uiteindelijk denk ik de garantie van het voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Vleugels. Goedemorgen, meneer Sedok. Zullen wij gewoon Gregory en Theo zeggen? Ja, is goed. Dat is misschien beter. Welkom op Nationaal Ereveld Loenen. Ja. De plek waar sinds 1949 oorlogsslachtoffers uit Nederland begraven liggen. Oké. Okay. Veel herbegravingen. Ongeveer 4000 mensen. Zullen we naar binnen gaan? Ja, een goed plan. In 2005 ben ik toegetreden tot de Defensie Topsportselectie. En dat zorgde ervoor dat ik me fulltime bezig kon houden met mijn sport. Ja, ik heb 8 jaar lang bij Defensie mogen werken, bij de Koninklijke Landmacht. En heel veel toffe dingen gedaan. Matteo, vertel eens wat eigenlijk over uzelf. Ja, ik ben 5 keer op uitzending geweest. In 1981 Libanon, 1992, 96 en 98 Bosnië. Mm-hmm. En de Taskforce Oeruzgan 1 in 2006. Nationaal Ereveld Loenen wordt beheerd door de Oorlogsgravenstichting. Daar ben ik dus na mijn Evelo directeur van geworden. Eigenlijk was het idee in 1946, er lagen overal Nederlandse slachtoffers. Yeah. Vaak in noodgraven of in tijdelijke graven of in Duitse bodem. Yeah. En de opdracht die de Oorlogsgravenstichting kreeg, was zorg dat die mensen een graf krijgen dat herkenbaar en goed verzorgd is. En als het even kan ook een Nederlandse bodem. En Loenen is een hele bijzondere begraafplaats, omdat anders dan bijvoorbeeld een Margraten of de bekende begraafplaatsen van de geallieerden in Nederland, is dit niet een begraafplaats met allemaal symmetrische patronen met rechtopstaande stenen. Dit is een wandeling in het bos waarbij je iedere keer met groepen graven wordt geconfronteerd. Dus hier heb je een soort uitgestelde indruk. Pas aan het einde van de wandeling denk je van, wow, 4000 slachtoffers. En wat steeds belangrijker voor ons wordt naast het beheren van die graven is, vertel nou dat verhaal, want we mogen niet vergeten wat oorlog veroorzaakt. Het is een maanveld. Een veld dat ons maant. Let op wat hier is gebeurd. Zorg dat dat niet nog een keer gebeurt. Precies. Ik denk dat als je door zo'n hel heen gaat, dat overstijgt eigenlijk vijandschap. Ja, dat is misschien heel gek dat ik dat zeg, maar dat gevoel heb ik. Ja, het heeft ook vrijheid gebracht, maar het gaat er toch meer om dat we hebben geleerd dat oorlog geen zin heeft en wat voor schade het brengt. Er is wel een ontzettend mooi verhaal over, hè? Eerlijk gehoord hier, van een Duitser en een Engelsman. Die elkaar ontmoeten in Engel in Londen, subway. Ik herken jou. Die Duitser had die Engelsman gezien in een loopgraaf en niet geschoten. In een onmenselijke situatie waar je ingedreven wordt. Een menselijk moment, ja. Toen hebben ze een groot feest gegeven. Het is bizar. Ook tijdens een Olympische Spelen heb ik meegemaakt dat landen, kijk, de hele wereld doet mee aan de Olympische Spelen. Iedereen doet gewoon mee. Maar soms is er ook gewoon oorlog. Tijdens de militaire wereldspelen in Bulgarije, want dat was de WK voor militairen in Bulgarije, daar heb ik dus gezien dat Amerikaanse commando's samen aan het sporten waren met Irakese commando's. He, dus terwijl er op dat moment in Irak waren ze oorlog aan het voeren. Ja, dat was voor mij zo raar en strookte niet helemaal met de werkelijkheid, omdat een paar weken daarna zij gewoon uitgezonden
werden naar Irak, Afghanistan, et cetera. En op dat moment zijn ze samen aan het sporten. Dus hoe gek is het om eerst te strijden voor een medaille, wat hartstikke leuk is, wat niet gaat om leven en dood. En daarna de andere kant van de medaille is naar het buitenland gaan, een wapen in de hand nemen en gewoon misschien wel op jouw tegenstander zat te schieten. Altijd ten tijde van de Airborne's komt de ondergrondse, hè? Ja. De resistance. Ja, kijk, er is niets aan te doen. Ja. De ondergrondse is het aan is het werk. De natuur. De natuur. Denkend wat hier allemaal gebeurd is en aan wat de stad Arnhem is overkomen en, ja, en hoe nu verder. Hoe stuurt u ons aan en moedigt u de stad aan om te vergeven en te verzoenen, om daar iets mee te doen? Ik heb door de jaren heen geleerd dat je vrijheid alleen maar kunt ervaren en leven als je ook in staat bent om dat ook voor de ander te willen. En ik zou dat eigenlijk wel wat meer willen zien in onze samenleving. Dus dat categorieën niet alleen maar voor zichzelf opkomen, maar dat de hetero voor de homo opkomt en andersom. Dat mannen voor vrouwen opkomen en andersom. Het is een zaak voor ons allemaal. Dus we moeten voor elkaar opkomen. De plicht ervaren dat mijn vrijheid ook jouw vrijheid is en andersom. Mag ik u laten zien een boodschap van de dean, de deken van de Coventry Cathedral voor ons? Hello Sophie and Mr. Mayor. My name is John Whitcombe. I'm the dean of Coventry Cathedral. That means that I lead the overall mission of this extraordinary place. A few years ago, not long after I joined the cathedral, I was invited to join the Cambridge Coexist program. A program which was set up to draw senior leaders from different faith traditions together to train us in leadership and help us to understand our different cultures and traditions. And on that program, I made friends with a British Muslim woman called Julie Siddiqui. And she said to me, John, how about opening the cathedral for an iftar? This would be a way of welcoming people from the Muslim community into our cathedral to celebrate that breaking of the fast during the feast of Ramadan. It was an incredibly popular event. We set it in a space that normally seats about 50, and we had 150 people at that event. For us, it was so important to do as an expression of hospitality. And every time I find that we get together with members of other faith traditions, we find we have so much in common. Sometimes we find that the greatest challenges that we have in setting up events like this come not from the people from that we're trying to invite, but from our own communities. It's often like that in the work of reconciliation. I'm very fond of the words of John Paul Lederach, who says, "You have never truly engaged in the work of reconciliation until your own people feel that you have betrayed them." By stepping across the boundaries into somebody else's space, you leave your own people behind. To invite our Muslim guests to sing the call to prayer in this Christian cathedral was seen as potentially as a betrayal by some. Here in Coventry, we hold to three core priorities. They arise out of our history of learning about destruction and rebuilding. And they are these: healing the wounds of history, learning to live with difference and celebrate diversity, and building a culture of peace. A culture for us all to share together, where we know that we need to offer and share forgiveness because we all get things wrong. But those fractures which divide us are not the last word. The Ministry of Reconciliation
which I like to describe as journeying from a fractured past towards a shared future. This cathedral is a place where we share in that journey, and we're delighted to be able to share this story with you. Wow. Dat is eigenlijk wat hij zegt, hè? Voor verzoening is moed nodig. Hij geeft een schitterend voorbeeld, hè? Ja. Het verzoenen van religies. Nou, ik vind het verzoenen van religies niet zozeer het belangrijkste, maar dat religies inspireren tot verzoening. Omdat religies vaak ook een bron van verdeeldheid kunnen zijn of polarisatie. Ik denk dat religies ook tot mooie dingen kunnen leiden, mits er moedige leiders ook zijn die elkaar durven de hand uit te reiken en dit soort initiatieven te doen. Ongeacht wat voor geloof je hebt, het moet je toch inspireren tot goede dingen. Het zien van de ander als mens en als gelijkwaardig. Gregory, zoals ik al eerder zei, 180.000 oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Staat achterin een lessenaar met 42 boeken met de namen van 130.000 Nederlanders die geen graf hebben. Dat is de prijs die je betaalt als je de vrede verliest. Het feit dat we hier staan betekent vrijheid. Het feit dat wij hier eigenlijk alles kunnen doen zonder dat ik me druk hoef te maken over mijn veiligheid. En ik heb heel veel gezien, ook in Afghanistan, waar mensen op hun hoede moeten zijn voor al dan niet militairen, al dan niet eigen bevolking, noem maar op. We hebben inderdaad beide gezien hoe het anders kan in andere landen, op plekken waar we geweest zijn. En dus koesteren we onze vrijheid zoals we die hier in Nederland hebben. Natuurlijk mag iedereen zelf bepalen wat hij doet, want dat is immers vrijheid. Maar je moet je wel realiseren dat als je dat voor jezelf bepaalt, dat je daarmee wellicht ook de vrijheid van de ander beïnvloedt. Ik ben van mening dat zolang je mensen leert wat het betekent om in een vrij land te leven, in een vrije omgeving te zijn, waarin je kan doen wat je wil, dat uniek is. Heel veel vrienden van mij die hebben zich in hun doen en laten beperkt gevoeld. En dat kan zijn in de vorm van werk, dat kan zijn op school, dat kan zijn in wat voor vorm dan ook. Relaties waar je bijvoorbeeld niet thuis mocht komen als zwarte man binnen een blanke familie. En dat vind ik wel heel erg. En als ik nu zie hoe de Black Lives Matter beweging opkomt, denk ik dat het alleen maar goed is om in gesprek te gaan. Waar zit de pijn? Hey Greg, waar zit bij jou bijvoorbeeld de pijn over werk? Of hoe denk je daarover? Nou ja, hoe ik erover denk is dat we misschien wel meer vrouwen of misschien wel meer donkere mensen of moeten integreren in een bepaalde organisatie of in een bepaald. Dat is heel erg belangrijk. En zolang we in gesprek blijven en benoemen waar de pijnpunten zitten, denk ik dat we alleen maar vooruit kunnen gaan en juist niet in de oorlog weer komen. Ja. Wat we dus met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Waar ik me zorgen over maak, is dat soms die discussie ontaardt niet in een gesprek waarbij met elkaar gesproken en geluisterd wordt, maar dat het in geschreeuw eindigt en vervolgens tot polarisatie. De beelden die beide extremen schilderen, die gaan het niet worden. Ja. Het wordt het beeld van de zwijgende meerderheid in het midden. En zolang dat maar het geval is, heb je het over een discussie in een dienst van de vrijheid. Twee extremen tegenover elkaar gaat niet werken. Er is niemand die luistert. En daarom is die middenweg zo belangrijk. Of dat is de middengroep eigenlijk. En activisme is best een belangrijke functie binnen die discussie over die vrijheid. Maar dat activisme moet je doen op een manier dat je ook die middenmens uitnodigt om mee te denken. En als je dat doet op een manier, het opblazen, het verbranden, weet ik wat allemaal, waardoor mensen ervoor terugdeinzen en dus uit de discussie stappen, dan ben je het aan het verliezen. Ja, precies. Als wij niet weten waar de pijn zit bij veel mensen, dan komen we ook niet verder. Ik ben natuurlijk gewoon ongelooflijk blij dat we in vrede en vrijheid mogen leven.
En dat we inderdaad mogen zeggen wat we willen. Daar beginnen nu wel eens mensen over te klagen. En dan denk ik, je moest het weten, verdorie. Je mag gewoon alles zeggen. Wat zouden we verdoetjes worden als er gewoon niks meer aan de hand was? Ik vind het echt bijzonder dat jullie allemaal hier zijn, jullie als jongeren, om de zaak te behartigen. Niet voor niks spreken we van Bridge to the Future. Is dat voor jullie iets in jullie bewustzijn, vrede en vrijheid nu? Voor mij persoonlijk is vrijheid kunnen gaan waar je wil, naar school kunnen gaan en ook zo min mogelijk gevaar ervaren. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk om heel onbevreesd te leven. Zonder enige kritiek van andere mensen over hoe jij je leven leidt. Natuurlijk zijn er wel normen en waarden waar je moet houden. De vrijheid om wat meer voor je eigen meningen en standpunten te staan. Is dat iets waar je voortdurend mee bezig bent? Want ik heb het idee dat iedereen gewoon zijn leven leeft. En dat over het algemeen jongeren niet heel erg bezig zijn met, wauw, ik mag hier toch wel in vrijheid leven. Af en toe wel, ja. Dus wanneer je weer op het nieuws ziet dat er iets aan de hand is, of er weer een conflict is, dan ben je er toch mee bezig en dan ben je toch wel meer aan het denken dan je andere klasgenoten. Ik kom uit Congo en daar is bijvoorbeeld... Ben je in Congo geboren? Ja. Oké. Okay. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 1. Dus 1. Ik heb geen herinneringen eraan. Maar je ouders... Ja. En ik weet wel dat mensen daar minder toegang hebben tot school. Ja. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind, omdat ik dat hier wel heb. We leven in een prachtig land waar veel kansen en mogelijkheden zijn. En zoals jullie ook zeiden, veel veiligheid en vrijheid is. Maar ik zie ook dat dat beter kan. Ik zie ook dat niet iedereen evenveel zichzelf kan zijn. Ik maak me daar wel zorgen over dat anno nu, 75 jaar later, nog altijd ook in Arnhem, maar ook in Nederland, niet vanzelfsprekend is dat je altijd kunt zijn wie je bent. Wat moet er volgens jullie gebeuren om meer acceptatie van elkaar in de samenleving te krijgen? Ik vind persoonlijk dat heel belangrijk is om de individuelen met een vooroordeel, die een vooroordeel hebben, om uit te dagen, om zich te verdiepen in andermans cultuur waar ze dan bijvoorbeeld heel slecht beeld over hebben. Om die dan gewoon even uit te dagen van hoe zit het nou precies? Ja, ik denk ook dat we ons meer zouden moeten inleveren in andere mensen. Want mensen worden vooroordeeld op basis van hun kleur of afkomst of religie. Maar je weet niet hoe de persoon achter die huidskleur is. Ik werkte bij de politie. Ik solliciteerde als voorlichter. En de politie stelde van, ja, je bent wel de beste kandidaat. Maar wij kunnen je niet voordragen voor die functie, want Amsterdam is nog niet klaar voor een Marokkaans gezicht. Want ik zou dan het gezicht, de woordvoerder worden van de politie. Dat heb ik helaas wel ervaren op die manier. Maar ik wist wel één ding zeker. Ik laat me niet weerhouden om die droom die ik heb, of het doel dat ik heb, om die ook gewoon na te blijven jagen. En die hindernis die zal ik nemen. Ik denk dat we heel veel kunnen winnen als we onze opvoeding anders en beter gaan doen. De opvoeding van onze kinderen. Te vaak worden kinderen opgevoed met het idee, wij zijn anders en wij zijn beter dan de ander. En dan lig je eigenlijk al zaadjes van vijandigheid, vooroordelen. Ik hoop dat we daar kritisch op kunnen zijn. Dus die waakzaamheid en kritiek op de manier waarop we opvoeden, thuis. Want het begint in de wieg en dan op school en in onze eigen omgeving. Dus het hoeft niet per se, het gaat niet alleen om die grote oorlog.
Maar het begint al bij ons eigenlijk thuis en in de wijken en in de klas misschien. Ik denk dat we elkaars verschillen moeten leren kennen en moeten leren accepteren. Zodat wij de vrijheid in stand kunnen houden en ook de vrede en veiligheid natuurlijk. Op het ereveld in Loenen is eigenlijk elk graf bijzonder. Maar dit is wel een bijzonder, bijzonder graf. Het is het graf van Anton de Kom. Strijdvaardig persoon. In Suriname opgegroeid. Is uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Heeft een gezin gesticht. Maar is weer teruggegaan na verloop van tijd naar Suriname. Daar heeft hij zich opgeworpen als een voorvechter voor de belangen van de eenvoudige werknemer. Is eigenlijk op de boot gezet terug naar Nederland vlak voor de oorlog. Maar diezelfde strijdvaardigheid heeft hij hier in Nederland opgepakt, is in het verzet gegaan, communistisch verzet. En heeft dat uiteindelijk met zijn leven moeten bekopen. Hij is omgekomen in een gevangenenkamp in Duitsland. En waarom bijzonder? Ja, waarom? Het is een van de weinige Surinamers die we op het ereveld hebben. De meeste mensen die hier liggen, dat zijn zeker vanuit die tijd, zijn Nederlanders. En hier ligt een Surinamer. Mede door zijn toedoen, mede door zijn strijden voor de vrijheid, is dat ik hier dus sta, in vrijheid. Dacht hij en dachten zij, wij gaan nu vechten voor de mensen die nu hier 75 jaar later staan in Loenen. Hebben zij zo gedacht? Ja, ik denk het dus niet. Inmiddels zijn we natuurlijk on speaking terms met de Duitsers. Er zijn natuurlijk best nog onderwerpen waar het wat gevoelig ligt. Maar het is interessant om te zien dat direct na de oorlog er altijd een fase is van wraak en boosheid. En dat moet natuurlijk tijd krijgen om te vergroeien. Maar de vraag is natuurlijk, wat is dan nodig om er een keer een streep onder te kunnen zetten? Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij collega's verliest... In die strijd tegen de vijand, dat je boos bent. En dat mag je ook wel zijn, want dat heb je ook wel nodig om het uiteindelijk te kunnen verwerken. Alleen tot hoe ver en hoe lang na zo'n oorlog of een strijd blijft dat hangen. Maar je moet er wel over kunnen vertellen. Hoe pijnlijk die geschiedenis ook is, je moet erover kunnen vertellen. Dus we kunnen alles maar wel weghalen, maar dat lost het probleem niet op. Misschien moeten we ons juist richten op die generatie na ons en het verhaal vertellen waarom die standbeelden zijn, waarom hij of zij misschien wel een held was, waarom dat is gebeurd, omdat het zo in die tijd zo was. Ik denk dat we dan op die manier, dat we dan dichter bij elkaar komen als we het hebben over verzoening. En ik heb ook niet de illusie dat we dat allemaal zullen gaan begrijpen, maar we zijn in ieder geval in gesprek. Ja. Een deel van die gepolariseerde discussie, daar kun je de angel uithalen door aandacht te besteden aan van, ja maar, weet je wel wat er gebeurd is? Als ik dit zo zie, dan lopen de rillingen echt helemaal over mijn rug en krijg ik hier echt kippenvel van. Ik ben in Afghanistan geweest, ik heb daar veel helaas ellende gezien door raketaanvallen in het kamp, waarbij er heel veel mensen gewond zijn geraakt. Maar ja, één persoon ook overleden op dat moment tijdens de raketaanval. En dat heeft zo'n impact op mij gehad. Ook omdat ik behoorlijk mazzel heb gehad. Ik liep eigenlijk letterlijk weg. En de plek waar ik wegliep, sloeg de raket in en daar is een persoon bij overleden en ja, allerlei gewonden op het kamp. Dat is bizar en als ik hier zie dat er dus mensen liggen, nog niet eens zo heel lang geleden, die zijn overleden in Afghanistan. En ook nog eens een keer in hetzelfde jaar dat ik er ook ben geweest. Dat is wel een behoorlijke indruk. Je moet durven kijken in de spiegel van het verleden. Je moet je eigen gedrag als land, als groepering of als individu moet je durven bekijken. Maar dat doe je omdat je daarvan wil leren voor vandaag de dag. En we weten allemaal niet wat de toekomst brengt. En dan is de vraag gerechtvaardigd.
het volgende oorlogsslachtoffer? Hoe kunnen we dat voorkomen? Wie zal het zijn? Stel je voor dat het een van jouw kinderen is. Ik denk het was 2001 dat ik dacht, ja, die herdenkingen, het is eigenlijk, afgezien van de preek op het kerkhof, een aaneenschakeling van formele momenten. En daar heb ik iets inhoudelijks aan willen toevoegen. Om ons te bezinnen op, we herdenken dat, maar wat doen we er nou mee? Hoe nu verder? Dus... Toen hebben we de stichting opgericht, War Requiem, Bridge to the Future. Waar wij verlost worden van woorden of dichters en schrijvers in een bepaalde flow komen van woorden. De flow is het, hè. Als ik iets heel moois hoor, dan krijg je een gevoel van dat je geordend wordt van binnen. Dat je tot een soort heilige orde komt. Een soort wijsheid. Ja. Terwijl ik een vrolijk leven heb met 3 kinderen en 6 kleinkinderen en een gigantische tuin die me fit houdt en allerlei ongelezen boeken die daar liggen en liefde voor kunst en muziek, dus me ongelooflijk bevoorrecht voel, is er natuurlijk altijd deze herinnering. Maar ik ben ook... Ik weet ook dat ik maar gewoon een mens ben. Op een of andere manier ademt de tuin en het huis dat het een plek is waar we behoed zijn en waar het goed is om te wonen.